Niemand was ooit zo populair op tv als ik. Ik dacht dat alles kon. Showtime! Goed bezig, Beckers. Goed bezig. Tot ik alles kwijt was. Iedereen is blij dat je terug bent. Alles komt goed. We gaan hier goed voor je zorgen. Jij kunt je verleden wel weer vergeten, maar de mensen gaan dat nooit vergeten. Go! Barry! Maar iedereen verdient een tweede kans. En die kunnen maar beter pakken. Dat is wat anders dan tv, hè, jongen. Maar je zult dat zien, je gaat dat goed doen. De gronden van de Freddy hebben een unieke ligging. Moeder Freddy heeft die gronden nooit willen verkopen. En daar waren mensen lastig van. Maar jij zet hier toch de grote baas? Waarom kan niet alles terug gewoon zijn? Gewoon, gewoon. Ik zou u graag een heel concreet en eenvoudig voorstel doen, meneer Beckers. We zijn tenslotte allemaal maar gewoon mensen. En het is echt geen schande om een extra centje te kunnen gebruiken. Mensen die nee zeggen, die winnen nooit. Wat gaat er gebeuren als Marianne nee zegt? Of wacht, de gazet. Ik had gelijk over de John Beckers. Dat is een ideaal scenario. Liefde gaat tegen me. 30 jaar heeft de Freddy geprobeerd hierin te bouwen. En onze tv-vedet komt binnen. In de poorten van de hel.